hard, go hard, go hard, go hard, go hard, go hard, go hard, op die flow, go hard, ik word beloond, go hard, ray, nog steeds op die flow, go hard. Een hele goede morgen iedereen. Goedemorgen trouwe kijkers, goedemorgen kijkers, nieuwe kijkers, iedereen die naar me kijkt. Een hele goede morgen voor jullie iedereen. Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen, genoeg geslapen hebben, vol energie hebben om tegenaan de dag te gaan. En dan zeg ik, zoals jullie weten, het is je boy Ray VL. En voor nu, jullie weten het toch wel. Deze is voor Soldier bedoeld, Brocco, zodat hij alvast kan eten en zo. Ik ben het bakken. Alvast die bakje koffie. Terwijl Soldier gaat eten, ga ik alvast. Ja man mensen, het is je boy Ray VL. Ja, een kerstboom staat nu nog. Ja, jawel. Nog steeds daar zo. Ja, ik heb me lekker mijn bakje koffie of pleur, hoe je ze noemt. En van daaruit ga ik even editen hoor. Er komt een nieuwe vlog. Waarschijnlijk vandaag. Waarschijnlijk morgen. Ik weet niet precies. Wil je het wel weten? Like, deel, subscribe, abonneer. Dan zie ik jullie snel. Dan zeg ik tot kijk mensen. Oh, geef me koffie, melk en suiker, standaard bij. Oké, trouwe kijkers, ik begin sowieso met de dag. Kijk als de microfoon altijd aan staat, anders hebben jullie geen geluid. En ik ga sowieso altijd mijn haren beginnen te doen. Sowieso na het tandenpoetsen mijn haren doen. Lekker gefreshed of uitzien. Met de dag mee. En dan eigenlijk begint mijn dag snel mijn haren komen. Ziet er goed uit. Tot straks kijkers. Ik doe even stropdas aan. Iets wat bij de look hoort of bij de kleren complete plaatje. Dat vind ik heel belangrijk om even goed uit te zien. Dan zal ik even dit naar boven halen. Ik ga even mijn microfoon opzij zetten. Zo. Nou, wat ik doe sowieso is ik sla hem om mijn nek heen. Van daaruit zal ik even dit zo goed zetten. Ik heb hem gedraaid. Voor mensen die geen stropdas kunnen doen of hebben moeite mee. Ik zorg dat die beetje hier is. Een beetje ergens. Hier zo. Heb ik het een beetje laten zien aan jullie. Van daaruit zou ik hem even iets strakker zetten. Niet al te strak. Ik zal mijn vinger altijd tussenin houden. Dus meisje, high class sexy. Outfit shit, nasty. Laat me checken baby. Ik maak hier nog mijn lady. Dus kijk, word je shit. Het is mijn nek. Als word je gechoked. Dat moet je niet hebben. Van daaruit heb ik hem over me heen gezet. Hopelijk heb ik dat gezien. Van daaruit zal ik hem vanaf achter eruit halen. En dan zet ik hem weer terug in. Dus heb ik hem links omgedaan, rechts omgedaan. Dan krijg je dit. Ja, van daaruit eigenlijk is die zo kort. In principe. Toch? Nou, van daaruit zal ik hem nog één keertje om me heen doen. Ik zal twee vingers wel tussenin zetten. En dan heb ik hem weer
erin geplaatst. En eigenlijk wat ik doe is, ik speel een beetje met mijn vingers zo. En dan zou ik hem eigenlijk erin plaatsen. Dan zal hij altijd hier ergens komen. Niet precies exact. Niet precies hier, maar zo. Zo. Ja, dan heb je hem eigenlijk ongeveer. Dit is de lengte. Dit is de lengte. Dat het ongeveer moet zijn. Het moet ook niet onder zijn, dit toch? Het is net hier ongeveer. Zo. Dan doe ik deze even. Kijk even. Voor mensen die eigenlijk geen truitje hebt en alleen maar wit, dan is dit een perfecte maat. Ik doe altijd mijn strop dat vaak wel. Gewoon zo even binnenin. Huppakee. Ja, die zit er binnen. Nou. Wat ik kan doen, is vanaf hieruit iets strakker zetten. En dat is dan. Ik zal mijn microfoon ook even zetten. De microfoon. Ik zou hem altijd eigenlijk hier hadden gezet, maar ik merk dat dit. Even kijken als ik het kan laten zien. Dit. De handigste plek is om die microfoon te zetten. Want ik zie hem altijd. Handig, weet je wel. Ik denk dat het sowieso nu. Nou, trouwens, kijkers, ik denk dat het voor nu. Ik zal de belichting even beter zetten. Anders kan het zo zijn dat jullie mij niet gaan zien. En dat is zeker niet de bedoeling. Ik wil juist dat jullie mij gaan zien. Nou, ik ga zo iets uitlaten. Ik heb de weer alvast bekeken. Op mijn telefoon al. Hoe de weer is. Ik kan niet zo bam, random naar buiten gaan met een camera. Zo, ik weet al. Straks regent het. Ja, dan heb je een natte camera. Weet je wel. Dus ik heb gekeken of het regent of niet. En het is een beetje, ja, somber weer, moet ik het zo noemen. Ik trek sowieso een jasje aan. Ja, zoals dit. Ik denk dat dit perfecte combi is. Zwart, grijs, wit, grijze broek. Vind je het een combi? Laat in de comments weten. Ben ik heel benieuwd naar. Dan ga ik zo'n rotje uitlaten. Heel misschien nog. Even kijken, is dat nodig? Een sjaal met een kout tussen je nek aan. Ik denk dat het handig is. Ik denk dat ik een sjaal nog bij ga doen. Want we weten dat het best wel koud zou zijn nu. Ja, dit is. Oké, het is een lange sjaal, merk ik. Even het zelf naar kijken. Ik weet niet wat het beste is. Ik denk dat dit te lang is, toch? Steek een beetje over mij heen. Alsof ik Sinterklaas ben. Ik denk dat ik hem dubbel ga vouwen. Ik denk dat dit wel handig is. En dat je dit een lusje kan maken of zo. Ik hou die microfoon wel een beetje open. Niet per se echt in zicht of zo. En dat dit een goede combi is, toch? Merk ik dat ik sowieso een lege batterij heb. Ik heb al mijn batterijen opgeladen. Gisteren al. Dat doe ik al één dag van tevoren. En ik moet sowieso vandaag nog een keertje alle vier opladen. Dus ik heb in principe 8 batterijen nodig. Ik heb nu 4. Weet je wel? Dus deze gaat erin. Dus ik zal even de camera even uitschakelen van hier zo. Dan plaats ik deze even. Mic test. Ik hoop dat jullie me horen. Zo, die denkt, hé, maat. Kom, let's go. Oké, Soldier, ik zie je zo. Ja, ga maar lekker naar mat toe. Nou, kijkers, wat ik sowieso mee ga nemen is een korte riem en een lange riem. We gaan de wijde wereld in. Voor nu moet ik wel zeggen, het misert een beetje. Het is niet echt koud voor nu. Hier zijn ze bezig. Met onderhoud, moet ik het zo noemen eigenlijk in principe. Het is wel lekker weer. Het misert een beetje. Maar het houdt ons niet tegen om buiten te lopen, weet je wel. Soldier, kom. Soldier, kom, dikzak. Hij is altijd wel blij om lekker naar buiten te gaan. Even switchen van
handelingen. Nou, wij gaan de pad op, zoals je dit ziet. Heerlijk. Zo, je moet zeiken als de pest. Oké. Okay. Nou, die was eruit, hè. Vanaf hieruit, mensen, ik zal even muziekje draaien en een beetje de route laten zien. Een beetje wat ik doe in mijn dagelijkse leven en een dagelijkse routine, weet je wel. Ik zal vanaf hier even een timer even opzetten. Ik hoop dat jullie nog dit herkennen. De aardappels. Hier is een glasbak, zoals jullie zien. De kleding en zo, die kan inleveren en zo. Zoals jullie zien, in de ochtend krijg je wel best wel goede beelden hoor. Oké, okay. Zoals je die behoefte moet doen daarvoor. Nou, ik heb mijn zakje sowieso even bij de hand hier zo. Dus dat komt goed. Zoals je gaan we zitten in je dikzak. Gaan wij zo lekker naar huis toe. Het is een mooie hond, of niet? Als je een mooie hond vindt, like even deze vlog. We hebben zo'n mooie vacht, vind ik zelf. Een beetje ja, lichtbruinachtig. Sojo, kom maar. We gaan even lekker naar boven toe hier zo. Het is toch wel een droge weer voor nu. Ah, het is nu best wel rustig, zoals jullie kunnen zien. Ja, we gaan even toch hier, even hier langs de water even. Het is best wel een mooie beeld hier. Heel veel zeewieren, zoals jullie zien een beetje. Laat even in de comments weten, is het water eb of is het vloed? Ik weet wel wat het is. Als jij het ook weet, laat even in de comments weten. Ik moet wel even uitkijken hier zo. Want het kan glad hier zijn. Kom maar, dikzak. Soldier, kom. Waar ga je naartoe? Ik ben toch met Basjo. Soms denkt hij echt dat hij alleen over de straat heen loopt hier. Denkt hij echt, hey. Maar dat ben je niet, Soldier. Je bent met Basjo. Ik zou ook met Basjo mee moeten lopen. Gaan wij lekker. Ik weet niet of jullie dit herkennen, de Waternoodshuis. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, is dit grote gebouw de Waternoods. Waar het gebeurt is, dan kan je filmpjes kijken over en etc.
Nou, wij gaan weer terug naar huis toe. Het is best wel fris. Oh, goedemorgen. Oh, hallo, rustig. Ja, zoals jullie zien, we zijn onderweg naar huis toe, ja. Van daaruit ga ik sporten en dan zie ik dan wel wat ik ga doen een beetje, hoor. Overal waar ik loop zien jullie een beetje, ik weet niet wat de naam is, maar als je iets herkent of zo. Ik zal Vlino even de naam opnoemen of vragen wat de naam was ervan. Dat is dan best wel een moeilijke woord. Het wordt niet zo vaak gebruikt. Ga maar zitten, soldier. Ik zal switchen met jou. Oké, kom. Oh, lekker. Hey. Zoals ik kom. Zoals jullie weten, de kerk hier zo. Kom maar zo, joh. Oh, mensen, zoals jullie weten, ik ben echt lekker bijna thuis. Het is droog. Nog. Hoe lang het droog gaat blijven. Weet ik nog niet precies, maar voor nu is het nog lekker droog. Je kan nog met de camera lopen en zo. Zal ik het ook doen. Ja, weet je wel. Dus ja, het misert een beetje. Ah, heerlijk weer. Oh, pampersgras hier zo. Deze pampersgras heb ik van Marco wel eens gekregen. Die zit ook in mijn huis. Nog zien. De vlog afsluiten. Mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn vlog. Vergeet niet te liken, deel, subscribe op mijn YouTube channel. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk. En dan zeg ik mensen, peace out. Go hard.